Hallo, hallo, welkom weer bij Meester Crypto. Nou, we zijn al even bezig. Ik doe mijn best om de meerwaarde van Bitcoin voor heel veel mensen in deze wereld aan te tonen. En inmiddels zijn we bij aflevering 22, ontsnappen aan corruptie. En wellicht herinner je je nog van, hier had ik het er al ergens over, dat ik een aantal voorbeelden zou halen uit het boek Check Your Financial Privilege. Nou, dit is zo'n verhaal geschreven door Alice Gladstein. Ervaringen van mensen in ontwikkelingslanden en wat Bitcoin voor hen betekent om uit de malaise te geraken. En uiteraard, het gaat nog maar om een select groepje mensen wat Bitcoin al ontdekt heeft. Maar als iets goed werkt, dan kan het snel natuurlijk zich verspreiden. En ik neem je voor dit verhaal mee naar een moddermarkt in Ethiopië. En in dat land Ethiopië, daar leeft iemand die heet Kalkassa. En hij is, dat zie je wel aan zijn kleding, hè? Niet de gemiddelde Ethiopiër. Hè? Een mooi pak heeft hij aan. Hij is één van 120 miljoen mensen. 70% van Ethiopiërs heeft geen toegang tot een bankrekening. En in de hele wereld gaat het om miljarden mensen die maar die geen of die slechts heel beperkt toegang hebben tot een bankrekening. Ja, en ook 70% van de Ethiopiërs die leven in afgelegen gebieden. Ethiopië heeft geen kapitaalmarkten en mensen kunnen niet zomaar hun nationale munt, de birr, het zijn twee R, verruilen voor dollars of andersom. Medio 2021 stelde de centrale bank van Ethiopië het ratio op 40 birr voor 1 dollar. En daarbij is de inflatie van de birr officieel 20%, maar in werkelijkheid een stuk hoger. Toen Kassa in 2013 in Ethiopië kwam, kostte een lam 1500 birr. Eind 2021, 8 jaar later, kostte het wel 7000 birr. Dus keer 4,5 ongeveer. Salarissen die zijn in het afgelopen decennium, dus zeg maar in dezelfde tijdspanne, verdubbeld. Maar goederen die zijn 3 tot 5 keer zo duur geworden. Ja, en omdat inflatie van die birr zo dominant aanwezig is, gebruikt de upper class, de welgestelde, die gebruiken de dollar als betaal- en oppotmiddel. En in de buitengebieden dan gebruiken mensen vee om waren te bewaren. En dollars die zijn officieel verboden in het land. En waarom? Ja, de overheid die is bang dat mensen hun birr gaan dumpen voor dollars, waardoor de prijs van birr nog veel sneller naar nul zou gaan. En aan de andere kant, tegelijkertijd, tracht diezelfde regering zelf zoveel mogelijk dollars te verwerven. Ja, dat is met twee maten meten, hè. Kassa's broer, dit was Kassa, Kassa's broer is ooit gevangen gezet omdat hij een 20 dollar biljet in zijn zak had zitten. In Ethiopië worden mensen gestraft omdat ze een betere munt willen gebruiken. En Ethiopië kent, zoals veel landen daar, turbulente tijden, etnische spanningen, gewapend conflict, kapitaalvlucht naar het buitenland toe. En Ethiopië is ook een land wat meer importeert dan het exporteert. Olie, medische goederen, auto's. En in dit zwakke klimaat worden Ethiopiërs gedwongen om overheidsobligaties te kopen. En dat is iets wat we in veel Afrikaanse landen zien. Inwoners worden gedwongen om de lokale munt aan te houden. Een munt die door corruptie en door mismanagement steeds verder devalueert en daarmee hun familiekapitaal. Ja, en een aantal jaren geleden was er geen ontkomen aan die malaise op straffen van gevangenis. Maar nu is het zo, deze meneer Kassa, die heeft een telegramgroep. Waarbij hij freelancers, graphic designers en vertalers betaalt voor de onderneming die hij heeft. En die mensen die wonen allemaal in Ethiopië en ze krijgen betaald met Bitcoin. En Kassa die gebruikt daarvoor het Lightning netwerk. Nou, daar gaan we het nog over hebben. Hij helpt zijn contacten om de open source en gratis Lightning Wallet, die je op mobiele telefoontjes gewoon kunt hebben, te installeren. En hij betaalt ze daarmee. Vaak vanuit het buitenland. En met Western Union, daarvoor, kostte het hem steeds $13 om $100 te kunnen verzenden. En nu
gaat het om enkele centen. En ook hoeft het bedrag niet tegen kosten weer omgezet te worden naar BIR, waarbij de overheid doorgaans ook weer een flink deel afneemt. Het zijn contacten, zijn eigen bank, en niemand die kan hun inkomsten confisceren of devalueren. En dat is een revolutie te noemen. Zijn contacten die gebruiken die wallet op hun telefoon als hun spaarrekening. En ze zetten alleen maar af en toe om naar BIR wanneer ze dat nodig hebben via peer-to-peer markten. En dat houdt eigenlijk in, iemand wil graag Bitcoin hebben en jij wil je Bitcoin eventjes kwijt omdat je boodschappen moet kopen en je wisselt dat direct onderling met elkaar uit. En ik noemde net al die Western Union, dat is ook hoe heel veel expats leven. Mensen uit, noemen ze land, Venezuela, die in Amerika terecht zijn gekomen, of Mexicanen, en die werken daar heel hard, allerlei schoonmaakwerkzaamheden of wat ze daarvoor laag betaalde banen krijgen, maar het zijn fortuinen vergeleken met wat er in Mexico of Venezuela te verdienen valt. En ze willen bij tijd en wijle wat terugsturen naar hun familie, maar dat gaat via de oude weg, via een Western Union, waar dus net als bij kassa 13% en soms wel 20 of 30% aan de kleefstok blijft hangen. Dat zuurverdiende geld wat naar een aantal rijke bankiers uiteindelijk vloeit. Ja, en met Bitcoin kan het met nauwelijks of bijna geen kosten, want via het Lightning netwerk, dat kost echt geen knoop. Ja, en hier zie je een afbeelding van de World Unbanked, de mensen in deze wereld die geen toegang hebben tot een bank. Ja, en dan zie je toch wel een heel groot deel van deze wereld, wat in het groen dan wel donkergroen is. Dat zijn mensen die, wanneer ze een goed idee hebben, geen internationale markt kunnen aanboren en daar een onderneming mee beginnen, want daar heb je doorgaans een bank voor nodig. Dat zijn mensen die geen kapitaal kunnen opbouwen op een veilige manier, maar als ze een keer wat verdiend hebben, het onder hun matras moeten bewaren. Het is veelal voor banken niet rendabel om dergelijke mensen rekening te geven. Iemand die heel weinig heeft, dat weegt niet op tegen de overheadkosten die gemaakt moeten worden. En zo'n persoon die kan enkel sparen in een inflatoire munt, in fysieke munten, zonder dat ze daar ooit rente op krijgen, terwijl dergelijke munten wel in rap tempo devalueren. En ook dit is een kaart die ik hier in je hoofd wil prenten op het moment dat je nadenkt over wat Bitcoin kan gaan betekenen in deze wereld. En hier en daar dus ook al, zie je het geval van Calcassa, ook daadwerkelijk al betekent. Ja, en bedenk, de adoptie van Bitcoin in dergelijke landen, die gaat sneller dan je wellicht in eerste instantie zou denken. Het mag dan ook geen verbazing wekken wat de top 20 landen is die de snelste, grootste Bitcoin adoptie kennen. Kijk, dat gaat over deze landen. Vietnam, India, Pakistan, Oekraïne, Kenia, Nigeria, Venezuela. Nou, hier komt de VS dan voorbij. Togo, Argentinië, Colombia, Thailand. Nou ja, wij Nederland staan hier niet in die top 20. Bij ons is die noodzaak minder. Wij zien wel een gokmuntje. Tenminste, heel veel zien een gokmunt op het internet. Maar het betekent heel veel meer voor heel veel mensen al. Maar ja, het is helaas niet allemaal Bitcoin wat daar de klok slaat hoor. Mensen zijn daar natuurlijk nog niet zo goed geïnformeerd als je zou willen dat ze zijn. En wanneer daar een Afrikaan komt die zegt, ja, maar ik heb een munt voor alle Afrikanen. One Africa, one coin, beter dan Bitcoin en groeit 1000 keer sneller en laat een of andere wazige grafiek zien. Ja, dan heb je, als je binnen in zo'n dorpje je verhaal komt doen, heb je er al snel een aantal die daar ontzettend in gaan stinken. En ja, ik durf niet op te zoeken wat A-coin vandaag de dag waard is. En het trekt ook gewoon charlatans uit het Westen aan. Zie je Charles Hoskinson, die heeft de munt van Cardano. Dat is zijn blockchain. Een betere Bitcoin, denkt hij dan. Of een betere Ethereum, want het werkt op smart contracts. Die in Afrika zieltjes aan het winnen is. En dat doet hij niet alleen bij de mensen. Hij heeft ook een contract gesloten bij de regering in, ik weet even niet meer welk Afrikaans land, om 800.000 studenten een digitale identiteit te geven op de Cardano blockchain. Om ze
ook een bankrekening te geven op de Cardano blockchain. En een digitale identiteit, dan heeft de regering die mensen volledig onder controle natuurlijk. Hè. Dus het is zeg maar heulen met de vijand. En een munt als Tron is ook heel populair in Afrika. En nou, daar geef ik ook geen halve stuiver voor over Tron. En kortom, er is ook nog heel veel educatie nodig. Er zullen nog heel veel mensen hun billen branden. En heel veel risico lopen door alle misinformatie die er omtrent altcoins bestaat. Want het kaf van het koren weten te scheiden, dat geldt niet alleen voor ons hier in het Westen. En daar is het al ontzettend moeilijk voor. Hè, terwijl wij het algemeen een aanzienlijke opleiding toch genoten hebben. Maar de kansen, en daar wil ik mee afsluiten, hè, de kansen die liggen er om te ontsnappen aan een corrupte, manipulatieve regering hè, die jou wil dwingen om mee naar onderen te gaan in hun regeringsmunt, waar ze zelf heel veel weer van bijdrukken. Ja, mensen hebben niet alleen in dergelijke landen te maken met invloeden vanuit het land zelf, vanuit hun eigen regering. Ze hebben ook heel veel te kampen met externe invloeden en wel uit bijvoorbeeld ons eigen Europa. En daar ga je volgende aflevering nadrukkelijk een voorbeeld van zien. Dus ik hoop je daar terug te zien. Maar voor nu, mensen, wees klaar voor roerige tijden.